Hoi Annegien, welkom. We zijn hier in Ai, waar net zulke mooie, magische, verwonderde creaties worden getoond als jij doet op jouw Instagram-account Fetching Tigers met dubbel S. Mm-hmm. Naar jouw achternaam, hè, Chili. Ja, klopt. Die wereld die jij creëert, is dat de wereld waar je eigenlijk zelf het liefst in zou willen wonen? Nee, ik denk het niet. Maar het is wel een wereld die soms een mooie uitweg is. Dus als je even klaar bent met deze wereld, dan ga ik gewoon naar mijn bewerkte wereld. Waar alles toch iets vetter is eigenlijk. Maar ook soms heel melancholiek en ontroerend. En in hoeverre bepaalt jouw stemming jouw fotografie? Ik denk dat het eigenlijk bijna niet doet. Het is heel vaak juist als ik bijvoorbeeld verdrietig ben, dan kan ik er heel veel uithalen om een hele vrolijke foto te maken. En dan ben ik meestal ook daarna echt in een goede bui. Dus aan de ene kant misschien juist weer wel, omdat ik me heel erg laat beïnvloeden door wat de foto zelf met mij doet. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat als ik verdrietig ben of als ik boos ben, dat ik dan een boze of een verdrietige foto ga maken. Dat niet, nee. Het zijn echt alleen maar zelfportretten, toch, die je maakt? Er komen nooit andere mensen eigenlijk in voor. Ik ben zelf begonnen, want ik wou gewoon heel erg graag foto's maken. En niemand wou op mijn foto's staan. Dus dacht ik, ik doe het gewoon lekker zelf, weet je. En dat is dus ook een soort van een kenmerk van mijn account geworden. En daarnaast is het zo, meestal post ik echt in de ochtend om 7:00 AM. En de foto wordt eigenlijk 6 uur van tevoren gemaakt. Dus even om 1:00 s'nachts als ik denk, oh, ik heb een supergoed foto-idee. Maar dan kan ik natuurlijk niet even een vriendin opbellen van, hey, wil je nog even langskomen om model te staan in mijn huis voor een foto? Dus het is ook gewoon heel erg handig om mezelf te gebruiken. Het is ook gewoon praktisch, inderdaad. Ja, zeker. Ben je dan constant eigenlijk bezig met je volgende foto? Ja, altijd. Ja, ik zie overal fotomogelijkheden eigenlijk. Ja, zeker. Nou, laten we even bij het begin beginnen, want ik heb hier jouw fantastische boek in handen. Ja. As we speak. Het is net van de drukker gerold, dus het ligt nu bij de uitgeverij. Ja. Je gaat het zo dadelijk zelf ophalen. Mm-hmm. Imagine, Shoot, Create, waarin je eigenlijk stap voor stap uitlegt hoe jij jouw foto's maakt of je creaties. Wanneer besloot je dat er een boek moest komen? Nou, dat besloot ik niet echt. Ik werd benaderd door de uitgeverij. En eerst was ik wel een beetje sceptisch, want zeg maar, ik kan echt niet schrijven. Ik heb echt niks met boeken, ik heb niks met taal. En taal is eigenlijk ook een reden voor mij dat ik met fotografie juist ben begonnen, want ik wou altijd al verhalen vertellen en iets wonderlijks creëren en ik kan gewoon niet schrijven, dus dan is fotografie een andere creatieve weg. Maar toen ging ik erover nadenken en toen dacht ik, eigenlijk doe ik altijd dingen die mensen niet van mij verwachten. En een boek zou zeker een ding zijn wat mensen niet van mij verwachten. Dus toen dacht ik, laten we het gewoon doen. En hoe heb je besloten dat het deze opbouw moet hebben van Imagine, Shoot, Create? Dit was ook pas de eerste keer dat ik zelf echt begon na te denken van hoe doe ik het eigenlijk? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En toen realiseerde ik me eigenlijk dat er altijd voor mij 3 fases zijn. En die zijn echt heel erg gescheiden van elkaar. Die mengen eigenlijk ook gewoon niet met elkaar. Het is echt imagine, iets bedenken, shooten en create. En create en shoot zijn dan ook weer echt totaal los van elkaar. Dus ik wou een soort van een goede samenvatting vinden. En dat is Imagine, Shoot, Create voor mij. Maar eigenlijk je geeft ook een stuk van de magie weg. Vind je dat niet zonde? Nee, want eigenlijk alles wat ik weggeef is niet echt de magie zelf. Het zijn de technieken en hoe je erachter komt. En die magie die creëer je juist door met eigen ideeën te komen en door iets nieuws te creëren en door creativiteit. Kijk, dit boek is meer een soort van creative boost, weet je, wordt heel erg gesimuleerd van ik zou dit zo doen, maar er zijn nog miljoenen manieren hoe je dat zou kunnen doen. Je wil inspireren. Precies, en ik denk dat als je er echt een vette foto wilt maken, dat je na dit boek misschien niet iets nadoet, maar dat je alles meeneemt om een eigen foto te maken. En dan zorg je er eigenlijk voor dat er juist veel meer van die magie overal te vinden is. Wat is een van de mooiste reacties die je hebt gekregen? Er was een paar weken geleden, was een jongetje uit Syrië. En hij zei, ik kijk elke dag naar je foto's en het gaat hier natuurlijk heel slecht, maar jouw foto's maken me heel vrolijk. En als ik hier wegkom, dan wil ik heel graag verder ook met fotografie, wat jij ook doet. Dus dat vond ik wel heel mooi. Ja, wat bijzonder. En soms hoeft het maar één persoon al te zijn dat je denkt van, daar doe ik het dan voor. Ja, ik had laatst een foto gepost van mijn rug en daar kwam een soort van een bloem uit. Mm-hmm. Uitgekropen en toen kreeg ik wel daar, dat vond ik wel bijzonder, kwamen een paar mensen met, ik weet niet wat voor ziekte het was, maar iets met de rug en dat ze daar dan ziekte mee hadden en dat ze dan niet konden lopen. Okay. En dat die foto's maar heel veel voor hun betekenden, omdat dat eigenlijk verbeeldde hoe zij zich voelden, dus dat vond ik wel heel mooi om te zien. Nou, hoe ontstaat een foto bij jou? Hoe ontstaat een idee bij jou?
Ik denk dat meestal is het zo dat ik... Het heeft wel betrekking op wat ik een paar dagen voor de foto heb meegemaakt. Een beetje wat ik heb gezien, wat mij is opgevallen. En wat ik dan eigenlijk doe als ik een foto-idee echt aan het realiseren ben. Als ik denk van, oh ja, ik moet nu een foto maken. Is ik ga eigenlijk weer terug naar alles wat ik heb opgeslagen. En ik probeer altijd twee van die dingen aan elkaar te koppelen. Tot een soort van logisch geheel. En die twee dingen, door die koppeling wordt er eigenlijk een nieuwe emotie gecreëerd. Die dan weer de magie in de foto maakt. Dus dan heb je een concept. Nou ja, en dan kun je gaan schieten en bewerken daarna. Ja. Wanneer is een foto geslaagd, wat jou betreft? Een foto is voor mij geslaagd als... Als er iets, een vernieuwend concept in zit. Je zei net dat je overal wel een fotomoment ziet. Ja. Kunnen we dat in de praktijk gaan brengen? Jazeker. Ja? Ja. Super. Okay. Dankjewel. Ja.